En 3, en 2, en 1. Yo mensen! Het is je boy Dylan hier. Ja, zijn jullie de naamsverandering al gewoon? Mijn kanaal noemt dus vanaf zondag altijd Dylan. Wat houdt dat nu in? Dat houdt in dat de naamsverandering is doorgevoerd. Oké, dat is raar. De naamsverandering is dus doorgevoerd op de naam Altijd Dylan. En wat ik in deze video met jullie wil bespreken, is waar ik dat het beste moet stoppen. Dat ten eerste al. Ten tweede ga ik reacties voorlezen van jullie die ja die ik nog ja die ik in een video ga ja nu in deze video ga ik die voorlezen en ik ga er eigenlijk op reageren. Dus voordat mijn PC is opgestart, want dat duurt wel een tijdje, ga ik jullie paar, allez, jullie laten weten. Ik persoonlijk hou niet van pesten. Ik vind dat pesters echt niet goed bezig zijn, ten eerste. Ja, ik weet dat ik moet scheren, maar pesters die doen het alleen maar om stoer te doen. Pesters die willen er gewoon bij horen. En als je pest, zijn geen slim. En dat wil ik jullie bijbrengen. Als je pest, pest dan, allee, als je pest, of als je gepest wordt, bijvoorbeeld. Ik ben nu 12 jaar lang gepest. Dat heb ik in een video van maandag ook gezegd. Dus ja, ik word gepest. Ik werd gepest. Ik werd al 12 jaar, ik werd 12 jaar lang gepest. En ja, mensen, ik moet even nou niet te moeten weten. Maar dus, ik werd 12 jaar lang gepest. Niet leuk voor mij. Niet leuk voor andere mensen om gepest te worden, maar ook niet leuk voor mij. Dus, pesters, stop alsjeblieft met pesten. Het is niet dat ik een smeekbeden hier aan het doen ben, maar sommige mensen vinden het gewoon niet tof om gepest te worden. Er plegen soms mensen zelfmoord omdat ze gepest worden. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Daarmee dagelijks leven. Kan je abonneren op mijn YouTube-kanaal? Ik abonneer dan terug. Ik ga je subiet abonneren. Sorry mensen dat het nog eventjes geduurd heeft. Ik heb dus mijn pet aangedaan, mijn koptelefoon. Ik kom net van mijn werkplek in Leuven. Ik ben mijn pet gaan halen. Dus we hadden een gat. Dagelijks leven. Kan je abonneren op mijn YouTube-kanaal? Ik abonneer dan terug, please. Ik heb dat terug gedaan. Ik heb op jou geabonneerd, dagelijks leven. Mia Lexi, respect bro, en thanks voor de SO. Mia Lexi, heel graag gedaan, bro. Celine, ik kom elke dag in Buitenstem. Nice. Bro, thirsty for date. Ewa. Hey, Ken. Dus, zo'n beetje die dingen. Dat ik heb dat ik de laatste week heb gehad geabonneerd op jou. Dus
Dagelijks leven, ik ben geabonneerd op u. Leuk om u. Leuk om u te bij te bieden. En leuk om u bij te hebben als abonnee, als u mij abonneert. Dus ja. Dagelijks leven. Ik hoop dat u dit ziet. Een SO naar jou. Een SO naar mij, Alexie. Voor mij telkens weer te. Ja, door te helpen. Door de. Ja. Mij, Alexie. Jullie kennen misschien al wel. Is Alexie Samouras. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, Alexie. Alexie heeft mij geholpen aan de 65 subs. Ja, soms. Allee, soms heb ik een mindere dag. Maar dan upload ik soms niet. Als jullie me nu zien uploaden, is het omdat ik het wil. In de vakantie gaan jullie me veel meer zien uploaden. En ja, sowieso. Een SO naar dagelijks leven, naar Mie Alexie en naar Celine. Dankzij Celine en Alexie heb ik zoveel subs behaald. En dagelijks leven, SO naar jou. Deze waren mijn SO's. Ik hoop dat jullie een thumbs up geven op deze video. En als het abonneerbalkje hier beneden nog rood is, wat het waarschijnlijk wel zal zijn, maak het dan grijs door middel op een op te klikken. Dit is gratis. En vergeet niet het belletje aan te doen en de like, op deze like-knop hier beneden te drukken. En ik ga hier in de infokaart plaatsen welke video's. Stem hier in de videokaart, in de infokaart. Welke video ik volgende week moet uploaden. Een unboxing of een vlog. En ja, dus ik altijd zeg bye bye.